Hallo en welkom, mijn naam is Robin. En als je je afvraagt waarom ik nog niet in de spiegel zit, zo makkelijk is dat niet hoor. Deze video gaat over mijn voetbalirritaties. Jij denkt nu misschien, maar Robin, jij zit niet op voetbal. Hoe kan jij je nou irriteren aan als je noppen te lang groeien of de kunstgrasmaaier kapot is? Dat klopt, ik zit niet op voetbal en ik ben er ook geen fan van. Maar ik irriteer me wel aan van die mensen die zeggen, elke voetbalwedstrijd is hetzelfde. Het is zo saai. Ik vind naar voetbal kijken ook saai. Maar het is niet helemaal eerlijk om te zeggen dat elke wedstrijd hetzelfde is. Mensen die meer van voetbal houden en er meer over weten, die zien de verschillen wel. En het is niet raar om te kijken naar mensen die dingen doen. Je bent nu zelf ook op YouTube. Oké. Juichen voor een televisie is wel een beetje raar, maar in een stadion niet. Ik ben 1 keer in mijn leven naar een voetbalwedstrijd gegaan en daar wil ik het graag bij houden. Als je niet om voetbal geeft, is het enige voetbalgerelateerde nieuws wat je onthoudt als het verschrikkelijk fout gaat. Elke seconde kon er een brand uitbreken of iemand zijn geweer afvuren en tussen een heleboel schreeuwende mensen in zitten is ook niet echt fijn. Ik irriteer me dus niet aan de sport, maar wel aan een deel van de fans. Maar ja, dat krijg je ervan. Als ergens veel mensen fan van zijn, zitten er altijd een paar wilde woeste wezens tussen. Maar zonder hun zouden er nooit auto's omgegooid worden in Amsterdam. Het is vervelend dat er bij gym zo vaak gevoetbald wordt. Maar het is altijd beter dan hockey. Boe, hockey, dit is gewoon voetbal met een stok. Jullie verpesten Sinterklaas gedichten. Die harde ballen doen pijn aan mijn voet. Boe, hockey, boe. Boe, elke wedstrijd is hetzelfde. Er zijn maar 2 goede hockeyers. Nummer 1 is natuurlijk Alex Overzichkin. En nummer 2, je weet wie je bent. Ik hoop dat je dit een leuke video vond. Nu dat die bijna afgelopen is, mag je je schemerschermers afgaan doen. En gaan douchen. Doei.